Ik denk dat we dachten voor corona zo dat we er ongeveer waren. Hè? Dat de meeste mensen wel mee digitaal waren. We hebben duidelijk gemerkt dat dat niet zo was. We hebben ook duidelijk gemerkt dat de doelgroep van de jeugdhulpverlening bijvoorbeeld, dat dat echt nog een doelgroep is waar er nog werk aan de winkel is. En waar dat mensen effectief nog geen toegang hebben. Toegang kan dan gaan over internet, maar evenzeer over het hebben van een toestel om op dat internet te geraken. Een andere voorwaarde is ook, en dat is, daar is de hulpverlener bijvoorbeeld een centrale pion, denk ik. Omdat mensen ook ondersteund moeten worden om digitaal mee te kunnen. En jongeren in de jeugdhulp moeten daar kunnen rekenen op hulpverleners die ook een stuk die competenties mee hebben om daar hen in te gaan helpen. En daarnaast is het ook belangrijk om te beseffen dat er heel veel vormen van online hulpverlening zijn. Om als hulpverlener, maar ook als cliënt, de weg te vinden naar betrouwbare online hulpapps, werd er een inventaris gemaakt door een aantal partners. En die inventaris kan je vinden op de website onlinehulpapps.be. Chatten en videobellen raakt steeds meer ingeburgerd, ook in de privésfeer. Het zijn makkelijke communicatievormen die tegelijk drempelverlagend werken. Net daarom worden nu ook in de hulpverlening vaker digitale tools ingezet, bijvoorbeeld voor 1-op-1 gesprekken. Jeugdhulporganisatie VZW Binnenstad uit Brugge heeft daar al ervaring mee. We merken eigenlijk, ondanks de heel veel inspanningen binnen jeugdhulp, dat we toch nog met heel wat knelpunten geconfronteerd worden. We hebben bijvoorbeeld ook het feit dat mensen toch wel lange tijd moeten wachten op gepaste zorg. En op het moment dat ze het eigenlijk nodig hebben, niet meteen hulp kunnen krijgen. Het is zo dat online tools vooral worden aangereikt om met de kinderen nog meer tot de kern te kunnen komen. Dat we kunnen spreken over de moeilijke zaken. Dus we mogen de online tools niet zien als vervangend iets voor de hulpverlening. Maar eigenlijk een hulpmiddel om het te faciliteren. Een van de digitale tools die kinderen en hun begeleiders kunnen gebruiken is de Live City app. De app is een ontwikkeling in het kader van Bandbreedte, een project dat het startschot vormt voor de digitale transformatie van de jeugdhulp en inzet op een sterke online en offline verbinding. De opzet is eigenlijk om motiverend te werken voor kinderen, dat het online werken rond hunzelf, dat eigenlijk wel heel erg aanspreekt, waardoor kinderen de weg makkelijker vinden naar hun begeleider om 1-1 heel intensief over de moeilijkheden te spreken. Het is eigenlijk faciliteren van een plek, een manier van aanpakken om te spreken over zaken die heel moeilijk zijn. Door het ook bezig te zijn met de app, moeten ze ook minder oogcontact nemen, kunnen ze veel gemakkelijker en ontspannen over de dingen spreken. Kinderen zoals de 7-jarige Milan kunnen in de app een avatar kiezen en door een virtuele stad wandelen. Ze bouwen aan hun dromen en geven zo aan hoe ze zich voelen. En toon maar een keer, wat heb je gedaan? Wat heb je gekozen? Welk kleurtje en waar heb je gekleurd? Groen, dan in je hoofd het goed voelt. Wat gebeurde er vandaag dat je blij bent? Dat ik geen hoofdpijn had, want al de andere dagen heb ik hoofdpijn. Ja, je voelt je blij in je hoofd. En ga je nog een kleurtje kiezen? Geel. Geel? En waarom kies je voor geel? Omdat ik goed kon lopen. De Live City app bewijst duidelijk haar nut. Ook voor leerkrachten en zorgcoördinatoren uit het onderwijs zouden dergelijke digitale toepassingen een interessant hulpmiddel kunnen zijn. Ik zie in digitale toepassingen heel wat mogelijkheden. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de transfer van de jeugdhulp naar het onderwijs. We kunnen daar een ondersteunende rol in betekenen, zowel naar leerkrachten toe als naar zorgcoördinators toe, maar ook ouders eventueel. En ik ben ervan overtuigd dat de digitale toepassing moet meegenomen worden in het hier en nu, omdat we ook zien dat kinderen en jongeren, dat hun leefwereld is. En dat we elkaar gaan moeten inspireren, zowel collega's als medewerkers van het onderwijs, maar ook naar kinderen toe en omgekeerd.